Als er bloemen en fotolijsten in de catacomben zijn, weet je dat er afscheid genomen wordt. In dit geval van 3 succesvolle trainers. Voor altijd een clublegende, Philip Cocu. De succescoach genoot samen met Chris van der Weerde en Ruud Brood van het mooie afscheid. Ja, dat was het zeker, ja. Ja, wat ik ook zei, het is altijd blijft een bijzonder moment als je hier in het stadion staat. Of als speler of als trainer, het maakt niet uit. Het geeft een fantastisch gevoel. Ja, je hebt een keer als trainer of als speler hier een ereronde gemaakt toen je naar Barcelona vertrok. Later bij je hele echte afscheid. Dit is toch anders, lijkt me. Ja, zeker. Ieder moment dat je vertrekt of afscheid neemt, is anders. Maar ja, ik toch een aantal keren ben teruggekeerd. Dat geeft wel aan wat voor gevoel je natuurlijk bij de club hebt. En mooi moment om ook samen met Ruud Brood en Chris van der Weerde om als staf even een afscheid te krijgen en voor de fans. En goed gevoel. Is dat ook belangrijk voor jullie om zeg maar echt een periode af te sluiten die zeer succesvol was? Ja, het is best een lange periode geweest, denk ik, als coach. En op het moment dat de wegen scheiden, dan gaat het vaker plotseling. En de traditie die PSV heeft om ook spelers die vertrekken later op een geschikt moment even weer een afscheid te geven voor de eigen fans. Ja, dat hebben ze met ons ook gedaan. En ik denk dat een heel mooi gebaar is. Dat voelt goed. Wij spraken elkaar vlak voordat je letterlijk in het vliegtuig stapte. Toen zei je, het zit goed bij PSV. Met iedereen die nu op alle posities zit en alles is goed geregeld. Als je nu van een afstand kijkt, wat is je indruk? Nou ja, die indruk die ik toen had, die heb ik nog steeds. Ik denk dat de nieuwe spelers heel goed in het team passen. En zichzelf hebben aangepast aan het niveau van PSV. Daar hebben andere spelers ook weer grote invloed op gehad. En je ziet dus dat een kern blijft binnen het team aanwezig. En dan passen nieuwe spelers zich snel aan. En kun je meteen goed presteren op het veld. Dat is natuurlijk belangrijk. Want je ziet het nu aan de stand. Elk punt, dat hebben we wel eens meegemaakt, kan belangrijk zijn aan het einde van de rit. En het is mooi te zien. Mooie wedstrijden. Champions League gespeeld in een loodzware pool. Maar mooie wedstrijden. En nu goed op koers om hopelijk weer een titel binnen te halen als PSV zijnde.